Welkom. Dit is de podcast To Master Your Life nummer 51. De relatie tussen chronische pijn en emoties. Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen. Vandaag wordt een hele bijzondere podcast omdat ik je uitnodig met pen en papier klaar te gaan zitten. Omdat ik bij jou wil gaan ontdekken wat de relatie is tussen mogelijke pijn die je ervaart, fysiek of mentaal, en de emoties die daarachter schuilen. Daar kun je namelijk achter komen. En als je dat weet, dan kun je de emoties gaan verwerken. En kan het dus zijn dat jij je pijn los gaat laten. En de reden dat we vasthouden, daar gaan we het eerst eens over hebben. Hoe kan het dan dat die emoties sowieso vast gaan zitten? En daar zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Een hele bekende onderzoeker daarin is dokter Sarno. Die heeft aangetoond in al zijn onderzoeken dat als je ergens pijn ervaart, dat te maken heeft met opgeslagen emoties. Hij beschrijft hoe de geest eigenlijk als het ware lichamelijke klachten creëert of mentale klachten als afleiding van de emotionele zorgen of angsten. En op het moment dat we die onderdrukte emoties waar we eigenlijk van weggelopen zijn om onszelf te beschermen laten gaan, zien we dat mensen genezen. Een mooie quote van hem is: pijn en de meeste van onze gezondheidsproblemen, inclusief vermoeidheid, huid- en spijsverteringsproblemen enzovoort, zijn het resultaat van verborgen spanning binnen lichaam en geest vanwege de eisen in ons leven om goed te moeten zijn, harder je best te doen, iedereen gelukkig te maken, niet te falen, om perfect te zijn. Ik heb natuurlijk dagelijks voorbeelden in mijn praktijk van mensen die zo'n innerlijk conflict hebben. Dus word je bijvoorbeeld in je jeugd opgevoed met het idee dat jij altijd, dat als jij iets wilde, dat je dat moest verdienen. En dat je dus pas goed genoeg bent als je je best doet. En dan word je zelf later sticht in een gezin en dan word je ouder. En dat kind vraagt dan heel veel tijd en brengt heel veel verantwoordelijkheid met zich mee. En je wil dus heel erg je best doen. Maar je wil ook goed in je werk zijn. En dan leg je zoveel druk op jezelf dat dat conflict zich dan uit in bijvoorbeeld rugpijn. Want onbewust wil je de vrijheid om te doen en laten wat je wil en wat goed voor je is. Maar die conditionering, die woede vanuit je jeugd dat je altijd moest voldoen, zit daar nog tussen. Nou, daar gaan we het vandaag eens over hebben. Want als je dat kan erkennen en toe kan laten van die ware gevoelens in die wat je onbewuste eigenlijk voor jou wil, dan verdwijnt je pijn en hoef je jezelf niet te beschermen tegen die emotionele angst die je daar hebt gevoeld. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, we overleven allemaal onze jeugd dankzij verdringing en ontkenning van de waarheid. Dus wij kunnen onszelf wijsmaken dat we dus een hele gelukkige jeugd hebben gehad, dat het allemaal wel meevalt. Maar als we eenmaal volwassen zijn, dan zijn die overlevingsmechanismen destructief en dan maken ze ons leven eigenlijk moeilijker en pijnlijker dan nodig is. Dus wij gaan vandaag eens kijken in dat onbewuste, hoe kun je dat dan doorbreken? Dat gaan we doen met een aantal vragen waar ik dan met jullie doorheen loop. Dus je moet even hier realiseren dat emoties, heb ik al vaker uitgelegd in eerdere podcasts, dat is niets anders dan een beweging. En die beweging die zit op een bepaalde frequentie. En als die doorgaat, verwerkt wordt, dan zal die frequentie loslaten die te heftig is of juist heel laag is. En komt die weer op de normale frequentie zoals je lichaam in balans is. Dus emoties die ontzettend intens en heftig zijn en die ons gigantisch overspoelen. In principe zijn wij dan gemaakt om dit aan te kunnen door bijvoorbeeld te gaan huilen. Dat is een uitlaatklep voor emoties waar die veel geestelijke en lichamelijke ontspanning brengt. Alleen als we die krachtige emoties onderdrukken en als we dat dan langdurig doen, en dat is dan dus dat conflict waar ik het net over had, omdat je is geleerd je mag niet huilen, of omdat je nou eenmaal niet kwetsbaar mag zijn, of omdat je pas voldoet als je sterk bent, ja, dan kunnen er intense lichamelijke reacties ontstaan die dan niet zomaar voorbij gaan. En dat kan zich dan uiten in pijn. En dan als die pijn zich aanhoudt, dan noemen we het ook chronische pijn. En chronische pijn, de oorzaak daarvan is dus heel vaak gelegen in onderdrukte boosheid of schuldgevoelens naar personen die ons heel nabij staan, zoals onze ouders, onze partner of de kinderen.
Het gaat eigenlijk om gevoelens die wij niet konden of niet wilden accepteren of tolereren. Het gaat dus eigenlijk om gevoelens die we nu in het hier en nu niet accepteren of tolereren. Omdat ze als bedreigend voelen of kwetsend voor anderen kunnen zijn. En wij nou eenmaal hebben aangeleerd dat dat niet mag zijn. Nou, en als jij dan dus in al die aangeleerde gedragingen, conditioneringen, een bepaalde karaktereigenschap hebt ontwikkeld, dan zie je dat uit dat onderzoek wat daarnaar geweest is, dat bepaalde karaktereigenschappen dan ook dit stuk verergeren of het moeilijker maken om die emoties echt te voelen. Nou, wat zien we dan als je kijkt naar welke eigenschappen die jij hebt aangeleerd dan daaraan bijdragen dat het moeilijker voor je wordt? Dat zijn vaak mensen die lage eigenwaarde ervaren, die perfectionistisch zijn, die graag goed of aardig gevonden willen worden, die zich regelmatig schuldig voelen, die zich afhankelijk voelen van anderen, die streng zijn voor zichzelf, of die hele hoge verwachtingen van zichzelf en anderen hebben, die een heel groot, bijna overdreven verantwoordelijkheidsgevoel hebben, die veel behoefte hebben aan controle, die voortdurend verlangen om beter te zijn, die veel pleasen van mensen of angst hebben voor conflicten, die onzeker, verlegen of terughoudend zijn in contacten, die de neiging hebben om boosheid of wrok mee te dragen. Dus die niet goed voor zichzelf opkomen, die moeite hebben met loslaten en die zich dus ook vaak zorgen maken. Dus allemaal dat soort eigenschappen die kunnen dan dus bijdragen aan het vasthouden van emoties. En ik gaf het al aan, hè? Stel dat jij in je jeugd hebt meegemaakt dat jouw mening eigenlijk nooit telt. En je werkt nu voor een baas die nogal dominant is en die zegt eigenlijk doe wat ik zeg. Je moet doen wat ik zeg. Ja, dan in je onbewuste zit daar nog die imprint van ze zeiden altijd al dat mijn mening niet telt. Dus in het nu doe je dan maar wat de baas zegt, zodat hij tevreden is. Terwijl je ondertussen heel veel voelt daarbij. Omdat je lichaam eigenlijk zegt van jij mag ook zijn. Je mag vrij zijn. Jouw ziel wil gewoon dat je vrij bent. En dus ik hoor ook vaak in de praktijk dat mensen met pijn zeggen dat ze zich ook echt niet bewust zijn van emoties die dan mogelijk een rol kunnen spelen bij hun pijn. Ze kunnen zich echt niet eens voorstellen dat emoties een oorzaak zijn. En dat is dus ook wat uit ervaring van mensen die dan wel genezen zijn blijkt, dat dat heel erg te maken had met onbewuste emoties. En het gaat dus niet om de gevoelens waar wij ons momenteel bewust van zijn. De gevoelens waarvan we weten dat we ze hebben veroorzaken geen pijn. Het gaat om die gevoelens waarvan we ons in het helemaal niet eigenlijk bewust zijn. Het lichaam liegt echt niet en is heel nauwkeurig. Dus zolang die oorzakelijke emotie wordt ontkend, blijft de pijn. Nou, waarschijnlijk denk jij nu, ik ontken helemaal niks, want ik had het gewoon helemaal prima en ik heb al die emoties niet en voor mij gaat dat niet op. Dan ga ik even met jou nu een aantal van die ontkenningen doorlopen om eens te kijken of je daarin herkent. Dus pak je pen en papier erbij en schrijf mee als je voelt, dit gaat wel over mij. Dus ik heb de psycholoog Ingeborg Bos, heeft hier prachtige boeken over geschreven en heel veel onderzoek gedaan naar die relatie tussen emotie en fysieke pijn. En zij ontdekte dat we dus heel veel excuses hebben en op die manier dan ook praten om maar te ontkennen dat we inderdaad wel ergens nog lading hebben liggen. En een van die manieren is vergoeilijken. Dan vergoeilijk je eigenlijk de dingen omdat je wel weet dat er wat gebeurd is, maar dan heb je er meen je dat het minder invloed op je heeft gehad dan het geval is. Dan zeg je bijvoorbeeld dingen als nee, maar andere mensen hebben het veel erger dan ik. Of ik weet wel dat hij of zij, maar ja, dat gebeurde maar zelden. Of ik heb er eigenlijk nooit zoveel aandacht aan geschonken. Nee joh, ik heb er niet zoveel last van. Ik heb er ook niet zoveel last van gehad. Ja, ik was nooit thuis, dus ik heb er niet zoveel van meegekregen. Dat is echt het vergoedelijken van datgene wat er wel degelijk speelt. Nou, je kan ook in een manier praten waarop je hebt verzet. Dan verzet je je eigenlijk wanneer je wel weet wat er gebeurd is, maar je gelooft dat het niet van belang is voor je huidige leven. Dan zeg je dingen als, dat is al zo lang geleden. Ik heb me er al lang geleden mee verzoend. Of met hun verzoend. Ik weet het al jaren, maar ik wil gewoon verder leven. Ik heb eigenlijk niks meer met hun te maken. Zo was het nou eenmaal. Nou, dat is echt een manier van ontkennen ook die je in je praten dan terughoort, waar je eigenlijk als onze deskundigen met jou aan het werk zijn, daar heel erg naar luisteren van wat zegt de persoon echt. Nou, een andere manier is echt het onderdrukken, het blokkeren. Dan weet je eigenlijk alleen nog maar de leuke dingen uit je jeugd of dan herinner je je weinig tot niks. En dan zeg je dingen als, ik kan me eigenlijk niet zoveel meer herinneren.
Ja, ik kan me ook niet herinneren dat er iets aan de hand was. Ik heb eigenlijk een heerlijke jeugd gehad. We maakten regelmatig uitstapjes. Een andere manier is de keerzijde zoeken. Als je voortdurend de keerzijde zoekt, dan weet je wel wat er gebeurd is. Maar dan denk je dat die gebeurtenissen wegvallen tegen de goede dingen. Dus dan zeg je bijvoorbeeld, ja, ik weet wel dat hij of zij dat of dat deed. Maar ja, ik ben toch goed terechtgekomen. Of het heeft me sterker gemaakt hoor. Het heeft me goed gedaan. Of we hebben alles gehad wat we nodig hadden. Ik kon altijd bij mama of papa terecht. Of ik wist dat ze van me hield. Of ik heb karakter doorgekregen. Het zijn toch geen slechte mensen? Nou, die komt echt vanuit een stuk loyaliteit. Dat je het gevoel hebt dat je anderen de schuld geeft voor jouw eventueel onverwerkte leed. Daar gaat het natuurlijk nooit over. Maar zolang we daar niet gewoon eerlijk naar durven kijken, hou jij dus vast aan oude emoties. Ja, en dan hebben we nog degene, dat is de excuses, het rechtvaardigen. Bij deze vorm van ontkenning dan erken je wel het verleden, maar dan rationaliseer je eigenlijk wat er gebeurd is. Dan zeg je bijvoorbeeld, ja, ik verdiende het, of dat deed toen iedereen. Dat was nou eenmaal zo in die tijd. Hij of zij wist niet beter. We wisten toch dat ze van ons hielden, maar ze konden het gewoon niet tonen. Of ze hebben gedaan wat in hun vermogen lag. Nou, en als je dan merkt dat jij nu iets hebt meegeschreven wat je herkent, dan heb je eigenlijk dit gebruikt om de waarheid om over jouw jeugd te ontkennen. Als je het er maar eens kan zijn dat deze bewering aantonen dat je de oude waarheid en het effect ervan op je huidige leven aan het ontkennen bent, ja, dan is deze podcast voor jou interessant, want dan gaan we samen nu kijken wat je daar anders mee kan doen. Om er wat aan te kunnen doen, zul je bereid moeten zijn in jezelf te gaan zoeken naar de primaire oorzaak van jouw gedrag en van je reacties. En zoals ik al aangaf, we hebben altijd de neiging om de schuld bij de ander te leggen. Tenzij jij observant kan worden van je eigen gedrag. Dus die zelfobservatie, dat is een mega belangrijke vaardigheid om je gevoel te kunnen gaan herkennen en ernaar te handelen. Ik ga je nu een aantal vragen stellen waar ik je ook voor zoek het antwoord op te schrijven. Want het is namelijk cruciaal om naar binnen te kijken en de oorzaak van je reactie te ontdekken. Als er dingen gebeuren die je niet veroorzaakt hebt, bijvoorbeeld een baas die tegen je uitvalt, of een baan die je verliest, een bus die langsrijdt en jou nat spettert, dan blijft het van cruciaal belang om naar binnen te gaan en de oorzaak van jouw reactie te ontdekken. Dus nee, ik neem je even mee in een gedachte-experiment. Misschien zit je op dit moment in zo'n situatie waarin je merkt dat jou iets overkomt. Daar heb je geen invloed op. Dus je hebt ruzie met iemand, of iemand is onredelijk tegen je, of je baan houdt op te bestaan, of je wordt nat gespetterd door een bus die door een plas rijdt. Stel je dat even voor dat dat nu aan de hand is of dat dat gebeurt. Hoe voel je je en wat doe je dan op dat moment? Dus neem even de tijd, stel je de situatie voor en bedenk hoe je hoogstwaarschijnlijk zou reageren in een situatie die je niet fijn vindt, die je overkomt, maar waar je niet veel invloed op hebt. Nou, dan gaan we even kijken. Ik noem een aantal mogelijke reacties, noem ik op, en dan ga jij weer opschrijven waar jij jezelf in herkent. Sommige mensen zullen heel woedend worden, die gaan schreeuwen, die gaan me tegen iets aanslaan. Nou, als jij ook boos wordt omdat het je overkomt en je wil eigenlijk niet dat het gebeurt, dan denk je ook dat iedereen dus zo zou reageren zoals jij zou reageren. Dat is dus niet zo. Iedereen reageert anders. Dus schrijf op, als jij boos wordt, schrijf je dat even op. Een ander iemand reageert juist misschien met angst. Die zegt, oh nee, moet ik niet aan denken om in zo'n situatie te zitten. Want ik had niet verwacht dat zoiets zou gebeuren. En nu weet ik niet precies hoe de toekomst eruit gaat zien. Of misschien loop ik wel kwaad. Of misschien loop ik wel gevaar. En dan voel je eigenlijk niet meer veilig. En dan durf je niet het werkelijke gevoel te tonen, omdat je bang bent dat de mensen om je heen of de situatie om je heen het dan misschien alleen maar nog erger maken. En ook dan denk jij weer dat iedereen zich waarschijnlijk wel zo onzeker en angstig zou voelen in zo'n situatie. Nou, een andere reactie is zelfverwijt. En dan zullen sommige mensen zichzelf verwijten dat zij zich in die positie hebben geplaatst. Ja, dan had ik maar niet zo dicht langs de weg moeten lopen. Of dat had ik eerder kunnen zien dat mijn baas ophield te bestaan. Of ja, dan had ik hem of haar maar niet zo boos moeten maken met mijn gedrag. En dan eigenlijk zeggen ze, ik kan van de ander niet verwachten dat
hij of zij rekening met mij houdt. En dat is dan dus zelfverwijt. En weer een volgende reactie is ontkenning. Ja, sommige mensen zeggen gewoon van ja, hoezo, ligt er gewoon een plas. Dat drogen we alweer op. Maak je niet zo druk of maak van de mug geen olifant. Nou, dan is er eigenlijk wel echt een gevoel van binnen. Maar dan rationaliseer je en ontken je het eigenlijk. Dus we reageren allemaal op een bepaalde manier. Maar omdat we onze eigen reactie zo logisch vinden, vergeten we dat niet iedereen in dezelfde situatie anders zou reageren. En dan verliezen we uit het oog dat onze reactie simpelweg een afspiegeling is van onze manier van omgaan met de realiteit van een bepaald moment. Dus het is heel belangrijk om nu bij jezelf erachter te komen welke reactie jij in zo'n situatie hebt. Welk primair gevoel heb je op dat moment? Dus het is heel belangrijk dat je die ontkenning nu bewust bent en de verantwoordelijkheid voor je eigen gevoelens en daden nu pakt. Dan kun je heel wordingsproces in eigen handen nemen en in gang zetten. Zolang jij je ziet als een slachtoffer van omstandigheden of een andermans gedrag, of dat jouw daden of hoe je reageert nou eenmaal normaal is, dan kun je dus niet verder. En dan is het onmogelijk om aan jouw welzijn te werken. Dus het is heel goed om nu jezelf de vraag te stellen: wil ik echt die verantwoordelijkheid nemen voor wat ik voel? Niet één of twee keer, maar altijd. En als je dan die vraag antwoord geeft, let dan maar eens op wat er in je lichaam gebeurt. Als je heel goed focust, dan zal je lichaam je misschien laten weten hoeveel weerstand je hebt tegen dit idee. Nou, wanneer je die bereidheid voelt om deze stap gewoon te zetten, doe je ogen dan weer dicht en dan zeg je gewoon: ik ben volledig verantwoordelijk voor alles wat ik voel en wat zich nu in mijn lichaam vast heeft gezet. En dat stelt mij in staat om te helen. En dan neem je de tijd om de kracht van deze belofte, de waarheid ervan en je vastberadenheid te voelen in elke cel van je lichaam. En ik ga nu een oefening met je doen waardoor je steeds bewuster wordt als observant van de mogelijke emotie die ligt achter jouw pijn. En gun jezelf ook, luister deze podcast wat dat betreft misschien wat vaker, om dat wat regelmatig bij jezelf te doen. Want het is een gewoonte geworden om hem te ontkennen. Daar zijn we achter, hè? Al die manieren om het weg te tikken. Terwijl als jij je gewoonte maakt om dat om te keren, dus op het moment dat jij voelt dat je iets ontkent en je bent je er bewust van, dan kun je als observant erboven hangen en dan kun je hem omdraaien. Dan kun je zeggen: oké, normaal zou ik nu niks zeggen of ik zou het rationaliseren, maar nu laat ik even mijn gevoel helemaal zijn. Dus dan herken je het al en dan erken je als het ware ook dat het er even mag zijn, omdat dat gevoel nodig is om verwerkt te worden. En dan dat herkennen en dat erkennen, dat zijn de eerste twee stappen naar het verwerken en loslaten van emoties die jou niet dienen, die op een verkeerde frequentie blijven hangen. Nou, en voor dat erkennen kun je de volgende oefening doen. Op het moment dat je voelt dat je dus ergens in die afweermechanisme schiet, dan zeg je letterlijk tegen jezelf: alles wat ik nu voel mag er even zijn. Ook al voel ik het niet, ik laat het toe. En als je dat doet, dan focus je eigenlijk veel meer op je lichaam en dan geef je de instructie aan je lichaam om het toch te ontvouwen. Dus ik ga even met jullie nu naar een situatie waarin je merkt dat je emotie niet laat zijn, waar je je schuldig voelt, waar je afweert, waar je ontkent, waar je eigenlijk helemaal niet echt laat zijn wat je voelt. Stap daar even helemaal in zo'n situatie. Kijk of er kleuren bij zijn of dat het zwart-wit is. Is het helder of is het vaag? Hoe oud ben je in die situatie? Zijn er gedachten bij in die situatie? En als er gedachten zijn, is er dan één die specifiek opvalt? Stel je maar voor dat ze op een schoolbord staan. En is er één van al die gedachten die je aandacht trekt omdat die een andere kleur heeft? Of omdat die groter lettertype heeft? Of juist kleiner of schuin staat of dichterbij is? Heb je ook een gevoel bij deze situatie? En waar voel je dat dan in je lichaam? En is dat bang, boos, verdrietig, onmachtig, eenzaam of iets anders?
En als je dat gevoel een cijfer zou mogen geven, welk cijfer geef je dat dan? Van 0 tot 10. En 0 is eigenlijk helemaal neutraal. En 10 is heel intens en heftig. Stap er eens even helemaal in. Alsof je daar weer bent. Het kan een recente situatie zijn, maar ook iets van heel lang geleden. En misschien kon je op dat moment niet anders reageren dan jezelf te beschermen. Misschien waren de omstanders te heftig of te dominant. Misschien was de situatie er niet naar. En heb je jezelf beschermd? Heb je jezelf op dat moment de emotie niet kunnen laten voelen? Realiseer je maar dat dat nu dan wel even mag zijn. En omdat jouw celgeheugen geen tijd kent, zal alles wat nu is ook al gebeurd zijn in het verleden en in de toekomst. Dus aanvaard en omarm die gevoelens die je daar hebt gehad helemaal. Neem ze maar op schoot, knuffel ze maar, wees maar dankbaar en vergevingsgezind. Laat dat helemaal gebeuren. En misschien wil je nog de ander de schuld geven. Weet maar dat het voor jouw heling niet helpt om het steeds bij de ander te leggen. Neem volledige verantwoordelijkheid voor wat jij daar voelt. Zodat als je dat doet, je in de toekomst anders kunt omgaan, anders kunt reageren en je afweermechanisme loslaten. Zoals je dat nu doet, heel goed. En nu je voelt dat dat los is, gum je dat oude beeld gewoon helemaal uit. Neem je de lessen mee en maak je een krachtige belofte naar jezelf. Iedere keer als ik merk dat ik weer in zo'n situatie kom, dan zal ik dat en dat en dat doen. En dat en dat en dat is eigenlijk precies anders dan wat je tot nu toe hebt gedaan. Dus je zegt hardop tegen jezelf, iedere keer als ik in zo'n situatie zit, waarin ik me voorheen liet onderdrukken, waarin ik me liet wegtikken, waarin ik mijn emoties niet toonde, zal ik nu mijn stem laten horen, mijn gevoel laten zien, mijn gevoelens uiten. Wat voor jou de oplossing is waardoor jij deze emotie herkent, erkent en ernaar handelt. Schrijf die belofte op een briefje. Hang die op een plek waar je die iedere dag tegenkomt. En ga de komende weken daar eens mee aan de slag. Om te constateren dat je oude pijn, oude emoties uit het verleden daarmee helemaal heelt en oplost. En dan zou het zomaar kunnen dat er in een hele korte periode heel veel pijnklachten verdwijnen. Wil je hier nou meer over weten? Kijk eens op de website www.vilna.nl. Daar staat een e-book waar je vast mee aan de slag kunt. Er zijn heel veel interessante podcasts te downloaden. Allemaal gratis meditaties die ook versterkend werken voor het verwerken van emoties. Je kunt eens een keer langskomen op een Live Masterdag, waarin ik je nog veel meer leer over hoe jij jezelf en je emoties kunt helen en jezelf kunt bevrijden. Je kunt eens naar een weekend komen om eens helemaal terug te komen bij je pure ik, een reset-retraite. Of wat dacht je van een heerlijke Live Master Week, waarin je gewoon eens even alles wat nog als bagage bij je zit, heerlijk opruimt op een manier die energie geeft, waardoor je niet de hele tijd in het verleden hoeft te duiken, maar juist precies dat doet wat nodig is om je celgeheugen de juiste boost te geven. En dat in combinatie met heerlijk eten en sporten. Kies voor jezelf, investeer in jezelf in de toekomst, want je bent het meer dan waard. En je weet het, je kunt meer